Van 27 tot en met 30 juni wordt op de Koninklijke Haagse het Europees kampioenschap voor mannen georganiseerd. Een van de grootste amateurtoernooien in de wereld. Nee, ik denk dat het geweldig is dat we zo'n toernooi in Nederland organiseren. Ik denk dat voor jeugdgolf en voor golf algemeen, waar we nu mee bezig zijn met topgolf, echt fantastisch is. Het had op geen beter moment kunnen komen. Ook het feit dat we op de Koninklijke Haagse spelen is, dit is gewoon een briljante baan, hoe die erbij ligt. Je zou nu al een toernooi kunnen organiseren, hoe de greens zijn, de moeilijkheidsgraad van de baan, de hele setting is echt reclame voor golf in Nederland. En ik denk dat we er trots op mogen zijn en een voorrecht is dat we hier zo'n mooi toernooi mogen spelen. Wat zijn de uitdagingen vooral op deze baan? Ik denk dat de uitdagingen zijn de wind en dat goed managen richting de greens. De greens zullen hard zijn, de rough zal hoog zijn, dus daardoor zal de bal moeilijk te stoppen zijn. En ik denk dat de grootste uitdagingen zijn. Er komen op de Haagse 10 Nederlandse amateurgolfers aan de start. Nou, ik denk dat de doelstelling voor onze spelers is, natuurlijk hebben we een aantal jongens, wil je top 10 finishen, dan heb je echt wel kans. Een aantal jongens zijn echt wel beginnen goed in vorm te raken. Ik denk dat het belangrijkste is, en dat is ook het doel van Taco, denk ik, dat de jongens het maximaal uit zichzelf halen en zich houden aan de opdrachten. Geen stomme fouten maken, daar zijn we dit jaar mee bezig. Minder dubbelbogies. En je ziet dat al veel, veel beter gaat. En ik denk, sowieso eerst de kut halen allemaal. Dat is altijd het belangrijkste. En vanuit daar moet je verder gaan uitbouwen in het weekend. Nou goed, er zijn natuurlijk een paar jongens die eruit springen op het moment. Jerry, die speelt fantastisch. Afgelopen week natuurlijk de NK Heren gewonnen met een score van min 15. Ja, Jerry is een hele speciale golfer. Is een jongen met ontzettend veel in zijn mars. Is een volwassen speler. En ik was erbij toen hij in Miami dit jaar de Orange Bowl won. En dat was gewoon heel impressive. En je ziet eenmaal als hij in zijn juiste flow zit en hij weet wat hij moet doen. En hij heeft rust dat hij tot hele lage scores kan komen. Wanneer is het voor jou een geslaagd Europees kampioenschap? Ik moet me gewoon echt goed bezig houden met mijn procesdoelen. En dat heb ik ook met mijn coach besproken. Dat is gewoon super belangrijk voor mij. Maar qua resultaat ben ik eigenlijk niet echt mee bezig geweest. Maar ik weet wel van mezelf, als ik gewoon best wel kan spelen, dat het wel een mooie week wordt hier. En een mooie week is? Top 10, top 5, weet je. Dus, winnen? Droom je af en toe van winnen? Nou ja, zeker, zeker. Maar ja, we moeten wel. Ik denk zeker dat het kan om hier te winnen, maar het moet wel nog een stap zetten om dat te kunnen bereiken. Lafebvre ziet dit EK als een belangrijke testcase voor zijn spelers. IHK's was voor mij wel heel belangrijk als amateur, zeker de laatste paar jaar. Daar meet je toch absoluut met de Europese amateurtop. Ik vond dat vaak nog belangrijker dan de Britse amateur, omdat het echt 72 hole strokeplay was. Ik weet nog in 96 dat ik op de laatste hole, dat is eigenlijk een mindere herinnering, ik maakte een drieput, waardoor ik tweede werd. En Daniel Olsen die won, een Zweed. Het veld dit jaar is enorm sterk. Ik geloof het sterkste veld dat de laatste jaren op een IHK is geweest. Als je kijkt naar de World Ranking, die jongens die erin komen. Ja, dat zijn toernooien die heel belangrijk zijn voor de spelers. En je kan je echt meten, waar sta je nu? Zeker als je prof wil worden, wat doen de andere toppers? En het feit dat we dat nu in Nederland op zo'n baan als de Haagse kunnen doen met onze spelers is geweldig.